even de auto droppen. Oké. Okay. Jongen mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesTour. En in deze video gaan we naar Paradise Palms natuurlijk, zoals je nu ziet. En we spelen met de Power Short skin. Natuurlijk de skin die ja, best wel rare is. Mensen willen hem heel graag hebben blijkbaar. Ja, ik heb hem toevallig gekocht toen hij uitkwam. Dus ik dacht van fuck it, we gaan gewoon mee spelen. Hij speelt wel chill. Gitaartje op de rug natuurlijk. En hij past mooi bij de pickaxe die ik aan heb staan natuurlijk. En Paradise Palms jongen, het is knijtertje druk. Dus we gaan proberen natuurlijk om ons best te doen en dit te overleven. Maar de kans is moeilijk dat we dit gaan overleven. Want ja, het is gewoon knijtertje druk hier. Ik heb 2 shotties. Nou, dat is niet bepaald heel erg overpowered, zeg maar, in het begin. Dus ik moet iets van een AR zien te fixen. Of een, gewoon een afstandswapen. SMG of zo. Oh shit, oké. Ik hoor zoveel. Oké, SMG, let's go. Dan gooi ik de tech even weg. Hoppakeetje. Oké, ik moet heel voorzichtig steeds mensen gaan benaderen. En niet in een soort van ja, hoe heet dat? Dat ik gesandwiched word. Want dan gaat het er niet worden. Dan zijn we denk ik de lul. Ik wil hier gekke SMG's schieten. Trouwens, de nieuwe SMG is ook uit voor de mensen die het nog niet wisten. En dat is de P90 natuurlijk, dus die gaan we ook proberen te vinden in deze game. Want dat is super dope zijn, want dat ding is mokertje sterk. Dus wie weet komen we hem tegen. Dus ik ben benieuwd. Maak ik deze boel even kapot. Oké, ik moet heel even kijken. Oké, daar is shit gaande. Zullen we daar maar gewoon heen gaan? Fuck it, we gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren. Ja, het is behoorlijk druk hier. Oké, er valt ook allemaal loot daar. Hier zit iemand. Wacht, ik moet dit trouwens even hier neerzetten. Dan kan ik sneller switchen. Oh god. Oh my god, gek. 3 fucking HP. Heeft hij heals? Hij heeft minus heals. Oké, shit. Even snel, small potions. Oké, let's go. Woo! Oh my god. We zijn fucking low. Holy shit. But we survived. Ik moet even mijn shotty gaan reloaden. Kut, ik moet even iets van... Ik moet echt benches vinden, man. Of een medkit. Nee, oh shit, gek. Dat we dit überhaupt nog overleefd hebben, man. What the fuck? Echt, iedereen is in die rift aan. Oeh, die taartpuntjes. En met dit staat het zo open. Ik weet niet wat ik moet doen, jongens. Fuck, sorry. Waar gaan we heen? Oké, even zieken. Even zoeken. Oh, zieken. Ja, dat kan ook. Daarboven op het hotel zitten mensen. Dus daar ga ik op dit moment nog niet heen. Ik moet iets van heals zien te fixen. Oh shit, ik zie echt... Mijn zintuigen die bedriegen mij op dit moment. Het lijkt echt alsof ik steeds mensen zie. Ik hoor iemand. Oh my god. Snel de boel meenemen, blauwe SMG. Geef hem dit, Scar. Oh my god, en een jug. Oké, snel even ergens gaan campen, man. We gooien dit gewoon helemaal vol met allemaal dingen. Doe nog even zo. En dan zo. Ziet hij... Er zit... Oh my god. Er zit iemand op ons dak nu. Ik moet die jug innemen. Please, laat me... Hij zit hier. Ik wil die chuck innemen. Woe! Oh my god, jongens. Ik heb zweethandjes. Onze HP, gek. We hebben maar 3 kills, maar ho... Lee shit, gek. Oh my god, we moeten trouwens wel even een heel stuk. Oké, ik heb nu wel even de tijd om de jug in te nemen. Tjo, what the fuck. Dit was insane, gast. Dit was insane. Hoppakee. Oh shit, het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Ik moet bouwmateriaal hebben. Het is... Oké, deze guy heeft ook helemaal niks, gast. Ik heb geen idee wie die smokes op ons gooide. Ik hoor hem. Got him. Let go. Woe! Hij heeft ons niet heel hard weten te raken, dus dat is beter. Oké, wat kan ik meenemen? Die pistols maar dan? Oké, chill. Komen er nog meer aan of niet? Ik neem trouwens even zometeen stukjes van die taart in, want dan krijg je shield en HP voor. Nou, we hebben op dit moment alleen shield nodig, maar alsnog gewoon even chill.
Oké, is er nog een rift of zo? Nee, shit man. Oké, we moeten even iets van een golfcar zien te fixen. Even die nog innemen, die en deze. En dan nog één keer die. Hoppa, oké, toch weer full shield, full HP. Ik zie daar wat benches, ik neem maar toch gewoon even mee, want je weet me nooit. Stel dat we dat stuk wel helemaal moeten rennen, dan hebben we in ieder geval iets van heals. Oké, ik moet iets van een buggy zien te fixen. Daar kan er misschien in zitten, in de garage. Kom op, alsjeblieft. Nee, geen één. Fuck, sorry. Ik denk dat alle buggies weg zijn, man. Of zat daar er nog één? Ik weet niet zeker, maar ergens in mijn achterhoofd... Volgens mij zag ik daar nog een auto staan, wie weet. Ik zie niet echt daar, misschien daar nog eentje. Ja, oké, we gaan daar. Oké, daar hebben we in ieder geval sowieso één. Nice, want we moeten best wel een pittig stukje nog gaan, hoor. Dat is, als we er niet zo'n buggy hier hadden, dan waren we waarschijnlijk dood geweest. Maar hey, we got it, dus we zijn safe, dat is beter. Ik heb wel goede loot, man. Scarretje, dat is altijd wel lekker. Gewoon een groene pump, een blauwe SMG, daar ben ik altijd blij mee, want dat ding is gewoon chill. Dan moeten we nu gewoon even gaan toeren. Hier stond trouwens nog een auto, beter. Nou, we moeten gewoon gaan toeren, dus let's fucking go, let's go. Oké, daar zijn mensen, gast. Oké, ik moet even de auto droppen. Oké, dat was niet eens de meest ziekverre sniper kill, maar die was heel erg clean, ouwe. Holy shit, gek. That headshot, though. Wat? Holy shit. Ik moet even iets van bouw zien te fixen. Dat merk ik wel. Dat is nu de gevarenzone hier. Wat benches. Let's go. Iemand hier toevallig? Nee. Holy shit, gast. That snipe, though. What the fuck? Oh, ik hak me. Oh, dat is niet best. Dat was sick, gast. What the fuck? Holy shit. Dat was gewoon zo'n clean headshot, man. Ik zoomde ook gelijk uit. Ik wist gewoon gelijk dat hij zat. Gewoon die kill. Hoeveel medkits zijn dit? 1 en hoeveel minishields? 10? 1, oké, ook 1. Ik word gesniped, jongens. Ik moet heel snel even dit fixen. Nieuwe SMG. Oh, nice. We got hem, jongens. Nieuwe SMG. In de pocket. Kut, ik heb helemaal niks om te bouwen. Fuck, dit is kut. Dit is kut. Ik moet zorgen dat niemand in mijn nek hier komt. Want daar zit een guy en hier ergens dichtbij. Ik heb jeuk aan mijn arm. Ho, ik stoot hem vol mijn microfoon aan. Ik heb geen bouw, jongens. Dat is echt fucked. Ik ga iets hakken. Ik probeer gewoon wat hout te verzamelen. Dat we in ieder geval iets hebben. Kamfutje erbij, let's go. Deze guy, echt bijna niemand heeft veel bouwmateriaal, man. Waar zit die gozer? In dat rode huis? Maar er zat ook iemand op dat rode huis te schieten. En die guy, daar ben ik een beetje bang voor op dit moment. Waar zit die gozer? Ergens hier beneden. Ik denk daar, maar... Weer een die snipes, gast. They talk about my snipes. They talk about it. Holy shit, we raken echt... We raken alles, man. What the fuck? They talk about my snipes. Hey, Pieter. Zo, die pompt ook even zijn hele ammo blok ding erin. Dit ding is zo sterk, hè? Jee, man. Ik weet niet, man. Maar gaat dat ding ooit generfd worden of... blijft dat ding zo? What the hell? Nog een guy. Ik heb geen bouwmateriaal genoeg. Maar let op, hè. We doen het gewoon op deze manier. Oh shit, die was fucking close. Gaat hij die sniper battle aan? Kut. Dit ding is overpowered, mijn jongen. Oké, we moeten piepen, hè. Ik heb een launchpad en bouncers, jongens. Let op deze tactiek, oké? Pas deze tactiek echt toe. Ik zweer het. Bouncer. Kom op. Let's go. Zo kan je knijtertje ver vliegen namelijk. Deze tactiek onthouden die, oké, jongens? Onthouden deze tactiek. 8 kills, 14 man remain. Nou, eigenlijk 13, want je moet jezelf natuurlijk niet meetellen. We komen redelijk ver, maar het is nog steeds niet genoeg. Dus we moeten nog wel even een stukje lopen. En holy shit, ik was echt bang voor die Red Knight, ouwe. Die kan nog pittig daar in de buurt. Ik weet niet of mensen mij in launchpad gaan nemen. Wie weet, we gaan het vanzelf wel zien. Of horen, of wat dan ook. Oké, een rift. Ah, nice. Nee, dit had ik nodig, man. Dit had ik nodig. Dat maakt ook een geluid, jongen. Oké, dan hoeven we nu wel in ieder geval niet dat rukstuk te lopen. Pompen gewoon hierin, let's go. Oké, even zien. Lazy zit safe. Oké, dit is best wel... Daar loopt trouwens nog iemand. Zou ik op die guy afgaan? Zou ik het doen? Ik weet niet, man. Ik wil het ook weer wel, maar het zit ook weer... Ik heb niet zoveel bouw, dus dat zit me een beetje dwars.
Ik ga eerst even wat hout hier hakken. Dan ga ik op die kerel af. Misschien snipe ik hem wel vanaf hier. You never know, let op. Dat zijn heel veel lekkere hits met de Scar. Die kerel heeft in ieder geval wel flinke damage opgelopen. Dus dat is natuurlijk de bedoeling. Die kerel gaat achter die boom blijven, maar dan kunnen we hem in ieder geval wel met wat meer zekerheid pushen. Dus dat gaan we zeker ook doen. Hakken we deze boom even weg. Het is echt serieus. Ik weet niet wat we nu hebben opgezopen of iets gehad. Maar we doen het gewoon, man. We doen het. Ja, het is... I don't fucking know, man. Ik heb hier geen woorden meer voor. We laseren mensen gewoon echt insane hard gewoon. Ik neem toch maar even die medkit in voor deze 8 HP. En dan kunnen we gewoon die mini shields weer meenemen. Mini shields, dat kan een beetje raar uit. 10 kills. Dat is natuurlijk het doel wat ik altijd voor ga in solo's. Dus hey, we got it. En mini shields mee, nice. We kunnen die guy die we daar nog even gesnijd even looten. Beter heeft hij ook wat minis bij zich of zo. Of wat hout, wat bouwmateriaal, want we hebben niet zoveel. En dan gaan we lekker, jongens. Nog 7 man remain. Dus hey, wie weet kunnen we dit potje even halen. Dan gaan we lekker, man. Ik weet, het is echt... Ik zeg je eerlijk, oké. Veel mensen noemen mij de Nederlandse ninja. Weet je, het is waarschijnlijk het grootste reden is omdat ik hem natuurlijk gekilled heb. Maar ik speel ook gewoon lekker, man. En ik vergelijk... Ja, weet je, het is jullie woorden. Je kan ook een andere mening hebben, weet je. Maar ik krijg het gewoon vaak in streams te horen of in gewoon onder video's gewoon. En ja, mensen vinden het blijkbaar zo. Dus hey, dat vind ik natuurlijk super tof om te horen. Want ja, zo'n goede guy in Fortnite en jullie vergelijken met mij gewoon met hem. Dat is sick. Want ja, het is wel dope. Ik merk ook zelf dat ik gewoon nu echt weer gewoon goed aan het worden ben. Die snipes bijvoorbeeld, het is gewoon insane gewoon aan het gaan. En dan gewoon de speelstijl zit er lekker op. Dat wou ik gewoon even zeggen. Het gaat lekker in Fortnite weer. Dus ik hoop dat we deze game gewoon even een pontie kunnen gaan winnen, jongens. We hebben genoeg HP. We hebben alleen, ja, de bouwmateriaal. Voor mij doen is het niet echt heel veel. Maar, hey, wie weet. Het is niet weinig, dus we kunnen het wel gewoon overleven. Ik heb nog steeds een spectator, though. Volgens mij vindt hij het wel leuk om te kijken. Of hij kent mij. Ja, ik weet nooit of iemand mij herkent of gewoon goed vindt spelen. Of I don't know. Dat kan je natuurlijk niet zien en niet ruiken. Maar op zich, hey, leuk dat er iemand meekijkt, toch? Is toch, ja, ik weet niet. Wat vinden jullie, jongens? Kijk, ik heb altijd als iemand meekijkt, en vooral wat meerdere mensen, dat ik dan altijd wat zenuwachtiger ga spelen. Wat meer ga trillen, wat minder op mijn gemak ga spelen. En ja, ik weet niet, wat hebben jullie? Ja, nu boeit het me niet zoveel. 1 guy, weet je, hartstikke leuk. Maar als ik bijvoorbeeld ik heb wel eens een keer 6 spectators gaan, nou, dan, hey, dat tril je wel eventjes. Oké, ik zie daar wat gebouwd worden. Ik denk dat we daar maar heen gaan. Maken we deze boom weg, kunnen we de launchpad gebruiken. Hoppakee. En dan piepen we hem gewoon die kant op. Lazy links, jongens. Het zit net niet safe. Dus ik denk dat ze eruit gaan boeken. En wij zitten dan een beetje op die grens van de safe zone. Dus we kunnen ze een beetje opwachten. Oeh, hij heeft wel een RPG. Daar ben ik wel bang voor op zich. Oeh, ik ga op die rechter. Die moet ik eerst dood hebben, want die heeft een RPG. En die moet altijd eerst de kuttere wapens... Ja, dit is kut, gast. Oké, wat gaat hij doen? Oh, iemand is dood. Iemand is dood gegaan. Pow! Overpowered! Hallo, monsieur. Waar is die kerel? Wat ben jij aan het doen? Hij gaat helemaal naar beneden. Even dit ding reloaden. Hij zit... Ja, ik ben bang voor zijn RPG, man. Got him. Oké, hij heeft een... Oeh, legendary. Give me that. En een legendary... Oh, hij heeft alles legendary wat ik niet had. Of wat ik net had, maar dan in paars. Holy shit. Teringas. Onze loot is toch... We hebben het voor elkaar, jongens. We hebben het officieel voor elkaar. 6 bouncers. Lekker, man. Dit is sick. Oké, holy shit. Daar zit 100% iemand. Hij heeft een bouncer geplaatst. Is hij dan van plan om eruit te springen of... Oh, weet ik veel. Geen idee wat die kerel aan het doen is. Maar I don't know. Ik loop gewoon lekker even hier beneden. Want dat zit totaal niet safe. Dus die kerel gaat er 100%... Is hij nou daar aan het lopen? Ik zie niemand bewegen daar. Zal ik daar naar Hovi? Nee. Oké. 11 kills, man. Dit is sick. Oké, hier en daar een guy, denk ik.
Oké, dan gaan we eerst een beetje die gozer hier voor ons besluipen. We hebben goede wapens. Scar legendary. Gewoon echt chille wapens. Alleen de sniper is gewoon niet legendary. En de rest wel. Genoeg bouw, dus dat is ook wel lekker. Een beetje de houtjes nog bijhalen. Ja, oké, ik heb een idee. We gaan een beetje hier in die poorten voort zitten. Want het zit gewoon safe. En ja, het bespaart ons toch weer bouwmateriaal voor iets om te bouwen. Je ziet hem daar zitten. Daar. Hij springt ook een beetje. Die is lekker aan het bouwen. Ik denk dat er nog iemand bovenop zit op de berg. Of ergens gewoon hier random aan het campen is. Dat kan ook. Dat gewoon die guy hier voor mij gewoon van de berg net komt. Oké, ik moet even kijken. Ik moet die boom denk ik iets proberen weg te halen. Ik ben een beetje bang dat er nog iemand ergens achter mij zit of zo, weet je. Laten we maar eerst gewoon onze base even wat versterken. Zo, dan gaan we die boom weghalen. Zo, en dan moeten we nu een beetje gaan campen. Want dan gaan we eerst even wachten totdat er iemand te zien is daar op de berg. Of niet, de ja of de nee. Want dan weten we in ieder geval dat we daar niet op hoeven te letten. Want ik denk dat daarboven nog iemand zit. Sowieso, we weten dat daar iemand zit. Want die zie je daar ook. Kijk, die zie je zijn kopje uitsteken. En die, ja, dit wordt een sniperfight of zo. Maar ik moet die andere guy juist vinden. Dat is nu het probleem. Ik denk dat hij daarboven zat. Maar oké, ik zie geen beweging. Er moet... Oh, wat fucked up, ouwe. Ik moet die andere guy zien te spotten nu. Dan pas ga ik op deze gozer schieten. Want als ik niet weet waar die kerel zit. En hij zit opeens naast mij. Trouwens, ghost peeken werkt niet echt meer. Dus je moet... Het is een beetje moeilijk nu. Ik heb 6 bounces hoor. Dus we zitten... Oké, we moeten zo meteen die kant op. Dat is nieuw natuurlijk. Dat de safe zone waar het nu niet safe is, zometeen wel safe is. Dat bosje, man. Je weet maar nooit. Ja, ik heb die... Oh, my God. Wacht, ik doe dit. Oké, en nou... Oké, dat is leuk. Oké, nou ga ik rechts. Dan loop ik hier, hop. Oh, ik weet niet, man. Ik wou het proberen. Het zou wel heel sick zijn. Maar ik doe het toch maar niet. Je weet maar nooit. Toch even de boel een beetje kapot schieten. Hij weet nu wel dat ik dit wapen heb. Dus hij gaat wel wat pushier spelen. Waar de heck zit die andere gozer? Achter die boom? Die andere in de lucht? Nee, oké. Geen skybase. 100% hij zit ergens achter of in een boom. Oh shit. Deze guy denkt wel van... we piepen hem even omhoog. Ik hoor iemand onder mij. Hoor ik hem nou onder mij of is dat hem? Oh god, nou ben ik bang. Ik hoorde voetstappen onder mij ergens. 100% daar zit een guy. Zo sterk, man. Het is zo... I don't know waarom die überhaupt in de game zit. Maar het zal wel. Oké, ik zit nog safe. Oké, dan doen we gewoon dit. Gaat hij even pieken zo meteen met zijn sniper. Let op. Ja, blijf iets... Ja, nee, blijf zitten. Ik moet gaan zo meteen, I know. Hij moet even gaan campen. Of even pieken. Even lang, kom op. Even stilzitten. Dat is wel de tactiek, though. Er zit iemand onder mij, man. 100%. Nu is het tijd. Hij heeft hem. Hij weet dat ik nu ga pushen. En dat mag hij ook goed weten ook. Dit ding is sterk, vriend. Kom maar. Oh, wat doet hij nou weer? Waar zit die gozer? Oh, hij loopt hier. Dat was toch weer een hit op zijn voet. Dit ding is echt insane goed. Oh, een beetje kutten met bouwen nu. Hij zit nog steeds achter die muur ergens. Nou ben ik een beetje kwijt. Ik probeer een beetje die shit allemaal doorzichtig te maken. Kan ik hem er doorheen spieken? Waar zit die gozer nou? Hier? Huh? Waar bistoe? Oké, hij zit daar. Vriend, je bent nergens safe, man. Ik zeg het je alvast. Je krijgt even een lading lood in je reet, jongen. Dit ding is zo straf. Dit is zo erg, gast. Nee, man. Wacht, waar moeten we heen? Kut, we moeten die kant. Oké. Hij gaat lopen. Let op, 3-1. Oh! Fuck
Sorry, gast. No way. Deze guy was goed bezig, ouwe. Baya Beast. Hij had 8 kills. Oké. Nee, we zijn geowned. Shit, gast. Hij was goed, man. Ik zeg je eerlijk. Verdorie, ouwe. What the fuck. Nee, ik zeg je eerlijk. Deze guy heeft het goed gedaan. Ik was te zeker van mezelf. En dat is echt weer mijn dood gewoon geworden. We hebben een challenge. Oké, nice. Zijn we level 50 nu? Bijna, oké. Helaas, jongens. Ik vond deze video natuurlijk wel gewoon goed genoeg. Omdat we echt sikke plays hebben neergezet. Helaas geen win natuurlijk, omdat, ja, dit was dom. Hij had gewoon een goede snipe kill, though. Ik was te overhaast en te snel en allemaal te gekut gewoon. Op het einde. Helaas natuurlijk. Ja, ik ben nooit van het, van het campen. Vooral die endgames is gewoon niet echt mijn stijl. Dan zit je te campen en te wachten en daar hou ik niet van. Dus ik bleef maar schieten en ja, hij pakte zijn kans en maakte een headshot sniper. Easy. Want ik had 170 HP, dus hij heeft echt een flinke headshot geraakt met iets van 260 HP eraf of zo. Maar natuurlijk, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.